Goedemiddag allemaal. Dank u voor te blijven na de grote uitdaging. Mijn naam is Frederik Houben. Ik geef les aan de Hogeschool PXL, een opleiding vroedkunde en ergotherapie. En zeker in de opleiding vroedkunde geven wij vrij veel les natuurlijk over seksualiteit. Mijn collega van daarnet, Sam Geuns, geeft ook bij ons in de opleiding les. Jullie hebben vandaag al heel veel gehoord over seksualiteit. Maar de basis blijft toch nog altijd de biologie of de biomedische kant van seksualiteit. En dat is hetgene waar ik u vandaag of de volgende 40, 45 minuten met jullie toch even wil een aantal dingen verduidelijken. Ik neem aan dat de meesten van jullie in het middelbaar seksuele voorlichting hebben gehad. Waarbij je de anatomie van de geslachtsorganen hebt bestudeerd. We gaan die toch nog eens overlopen. We gaan een aantal aspecten daarvan bekijken die misschien toch minder bekend zijn. Goed. We beginnen met de man. Er zit geen waardeoordeel aan. Ik moet ergens beginnen. Ja. Algemeen gezien bestaan de geslachtsorganen van mannen en vrouwen uit drie grote structuren. Je hebt de gonaden, de geslachtsorganen. Dat zijn bij de man de testes, de teelballen, die de zaadcellen aanmaken. Dan heb je de zaadleider en dan een aantal klieren die daaraan hangen, die allerlei klierproducten maken. Bij de man is dat dan de zaadleider, inderdaad, met daaraan de klieren, de zaadblaasjes en de prostaat. En dan heb je de externe genitalia. Nu, wat weten we daarover? Over de testes om te beginnen. De teelballen hangen in het scrotum buiten het lichaam, buiten de buikholte. Weet iemand waarom dat die buiten de buikholte hangen? Iemand een idee? Ja. Ik dacht dat dat te maken had met temperatuur. Ja, dat klopt. De omgeving, de ideale omgeving qua temperatuur voor de vorming van spermacellen ligt tussen de 1 en de 3 graden lager dan onze lichaamstemperatuur. Dat wil zeggen dat als de teelballen in de buikholte hadden gelegen, die 37 graden waren geweest, dat spermacellen veel minder kwaliteit hadden. Dus dat is de reden dat ze eigenlijk buiten het lichaam liggen. Nu, het lichaam kan dat reguleren, want soms wordt het ook te koud. Er zijn een paar mannen nog in de zaal, ik kan me voorstellen dat je dat ook kunt... Als het koud is, wat gebeurt er dan met het scrotum? Ja? Ja, als ik mag, dat ik het toch nog heb, krimpen. Krimpen, ja. Maar voor alle duidelijkheid, niet de testes zelf. De testes zelf krimpen niet, die blijven even groot. Het is het scrotum dat een beetje kleiner wordt. En eigenlijk komt dat door een spier, de cremasterspier. En die gaat eigenlijk het scrotum naar boven trekken. En de teelbal eigenlijk dichter tegen de buikholte aantrekken. Dus als het buiten koud is, of je hebt een koud zwembad bijvoorbeeld, dan ga je mannen merken dat het scrotum eigenlijk kleiner lijkt te zijn. En dat is eigenlijk om die temperatuur optimaal te houden. Goed. Hoeveel spermacellen maakt zo'n man per dag? Dat is moeilijk te tellen natuurlijk, maar men heeft dat onderzoek naar gedaan, blijkt dat er ongeveer 500 miljard spermacellen per dag is. Ja. Per ejaculatie gaan we daar ongeveer 100 à 200 miljoen van vrijgeven. Als de teelbal die aangemaakt heeft, gaan we die opslaan. En dat doen we in de bijbal, of de, met een moeilijke naam, epididymis. De epididymis hangt samen met de testes in het scrotum. Daar gaan de spermacellen opgeslagen worden. Op het moment dat er de man gaat klaarkomen, gaat ejaculeren, gaan die spermacellen door de zaadleider getransporteerd worden tot in de buikholte. De plaats waar die de buikholte binnen gaat, dat noemen we de lysdoorgang. En dan gaan die een aantal klieren passeren. Die klieren, de prostaat is de meest bekende van de klieren, maar je hebt ook de zaadblaasjes of de vesicula seminalis, zoals we dat noemen. En dan heb je ook nog de klieren van Cowper. Die drie klieren samen gaan het zaadvocht maken. En het zaadvocht is eigenlijk het grootste deel van het sperma. Sperma bevat eigenlijk relatief in volume weinig spermacellen en vooral veel zaadvocht. Nu, wat zit er allemaal in dat zaadvocht? Allerlei stoffen die de spermacellen gaan ondersteunen, zoals voedingsstoffen, zoals fructose, een soort suiker. Maar ook
enzymes die gaan zorgen dat glad spierweefsel in de vagina bijvoorbeeld gaat contraheren. Er zit ook een natuurlijk antibioticum in. Er zit ook een alkalische slijm in. Alkalis wil zeggen niet zuur. Dat gaat ervoor zorgen dat eigenlijk de zure omgeving van de vagina gaat gecounterd worden, gaat gebufferd worden. En dan ook nog twee enzymes, heel specifiek, die zorgen voor eerst het stollen van het sperma. Het sperma gaat stollen, gaat een prop vormen. En daarna gaat het terug vloeibaar worden. En die twee enzymen die zitten ook allebei in dat zaadvocht. Vervolgens, we gaan het straks nog hebben hoe dat precies dat mechanisme gebeurt natuurlijk. Vervolgens komen zaadvocht en spermacellen in de uretra terecht, de urineleider, die zowel urine transporteert als sperma. En gaan zo naar de externe genitalia. Externe genitalia, opnieuw het scrotum natuurlijk, worden tot de externe genitalia genoemd, omdat we die zichtbaar zien aan de buitenkant. En dan de penis, met aan het uiteinde de glans of de eikel. Goed. Die penis. Die bestaat eigenlijk uit drie delen. Wij zien vooral het lichaam van de penis en de eikel, maar in, onderaan de bekkenholte zit ook nog de wortel van de penis. En als we straks gaan zien, als we het over de geslachtsdaad spreken, gaan we zien dat die wortel ongeveer 1/3 van de penislengte uitmaakt. Wat zit er allemaal in? Daar zit vooral wat wij noemen erectiel weefsel in. Weefsel dat zich kan vullen met bloed. En als het gevuld is met bloed, wordt de penis groter en stijver. Er zijn drie van die zwellichaampjes, zoals we dat noemen. Je hebt de twee corpora cavernosa, die zitten hier en hier. En dan rond de uretra heb je corpus spongiosum. En als de man opgewonden geraakt, dan gaan die zich langzaamaan vullen met bloed en wordt de penis stijf en groter. Nu de hamvraag. Wat is de normale lengte van een penis? Iemand een gokje? Ja. Ik dacht dat het tussen de 15 en 16 centimeter was. En bedoelt je dan in erectie of in slappe toestand? In erectie. In erectie, ja. Iemand anders een gok? 12. Ja. Hier is al heel veel rond gespeculeerd, onderzoek gedaan. Nu, ik heb mij deze week bezig gehouden met het meest recente publicaties daar rond op te zoeken. En in 2014 heeft men eigenlijk allemaal onderzoeken uit het verleden gepoeld en heeft men de resultaten van 15.521 mannen verzameld. En wat bleek? Dat gemiddeld dat de penislengte in slappe toestand 9,16 centimeter was en in erectie 13,12 centimeter. Maar daar zit een enorme spreiding op. Dat wil zeggen, bij een slappe toestand spreken we tussen de 6 en de 11,5 centimeter. En een erectie tussen de 6,5, dat is dan heel klein, en de 24,4 centimeter. Nu, de meeste mannen gaan rond dat gemiddelde zitten, hè, rond die 13,12, dus 12, 13 centimeter. Goed. Zijn hier al vragen over? Dit is wat de meesten in de biologieles nog wel gehad hebben, neem ik aan. Misschien iets minder in detail. Ja. De wortel, die zit daar. Die hecht eigenlijk de rest van de penis vast aan de bekkenholte. Nee, die zit eigenlijk inwendig, onder de huid. Ja. Ja. We gaan straks ook zien, met de clitoris is dat ook zo. Er zit ook een heel groot stuk onderin. Goed. Dan gaan we over naar de vrouw. Opnieuw, ook een vrouw heeft gonaden, dat zijn dan de eierstokken. Dat zijn twee platte, okkernootachtige orgaantjes die hier liggen in de buikholte. Dan de eicellen die produceert gaan via de eileider en de baarmoeder getransporteerd worden. Daar gaan ze kunnen bevrucht worden. Verder loopt hier ook de vagina onderdoor die naar de buitenzijde van het lichaam loopt. De eicellen verlaat natuurlijk het lichaam niet, tenzij in bevruchte toestand en na 9 maanden pas. Nu, die eierstokken die liggen niet vast aan de eileider. Je ziet dat ook hier. Die eierstokken liggen eigenlijk een beetje los in de buikel. Die zijn een beetje opgespannen met een aantal pezen. En die eileider die hangt daar eigenlijk overheen, een soort van trompet met zo'n kleine
vingertjes als het ware, een beetje zeeanemonen. Zo. En die gaan eigenlijk dat eicelletje gaan opvangen. Dus de eicel één keer per maand, ongeveer, een cyclus duurt ongeveer 28 dagen gemiddeld gezien, gaat dus een eicel gaan rijpen, meestal één, heel soms twee, de twee verschillende eierstokken samen. En dat eitje dat gaat dan opgevangen worden door die eileider en gaat dan hier in die eileider bevrucht worden en kan gaan innestelen in de baarmoeder of de uterus. Nu, ik ga het niet hebben over bevruchtingen, zwangerschap en dergelijke. Dat is voor een volgende seminarie dan. We gaan het vooral hebben over natuurlijk het concept van de seksualiteit. Nu, één ding wil ik u toch vertellen over die, het zwanger worden. Dus in normale toestand gaat een eicel hier in de eileider met ze bevrucht worden en hier gaan innestelen. Heel soms, gaat die bevruchte eicel hier vast blijven te zitten. En dan spreken we van een extrauterine zwangerschap. Dat wil zeggen, daar gaat effectief een embryo groeien, die gaat hier in de wand vasthechten, maar ja, die heeft daar natuurlijk geen plaats. Dus moet dat meestal operatief verwijderd worden, want als dat openbarst, kan een vrouw daaraan overlijden. Nog zeldzamer is, zoals ik al zei, die eierstok ligt los. En dat eitje dat hier gaat uitspringen tijdens de ovulatie, kan ook in de buikholte terechtkomen. En kan ook daar bevrucht worden, want dit is open, dus die spermacellen die langs de vagina, de uterus, de eileider binnenkomen, kunnen ook hier de buikholte binnendringen. En in zeer, 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 zeer zeldzame gevallen geleidt dat ons tot een bevruchting. En in nog veel meer zeer, zeer zeldzame gevallen gaat dat embryo zich ook innestelen in de buikholte, gaat daar een soort van placenta vormen en gaat daar effectief een baby groeien. Er zijn effectief case studies beschreven van vrouwen die een kind ter wereld brengen via een, wat we noemen, abdominale zwangerschap. Dus een zwangerschap waarbij de baby niet in de baarmoeder groeit, maar in de buikholte. Nu, dat gaat dan over 10 cases over 28 jaar globaal, dus over heel de wereld. En die moeten uiteraard met keizersneden ter wereld komen. Die kunnen niet via een natuurlijke weg bevallen. Zeer zeldzaam. Goed. De uterus ga ik vandaag eigenlijk heel weinig over vertellen. Mijn studenten van vroedkunde krijgen daar veel meer uitleg over. Ik ga wel nog iets vertellen over de vagina. De vagina is een buis van ongeveer tussen de 7,5 en 9 centimeter lang. Maar tijdens de opwindingsfase kan die breder en langer worden. Die is zeer goed doorbloed en bevat ook zeer veel zenuwbanen. Die kan dus zeer makkelijk gestimuleerd worden. In de vagina, daar is het een zure omgeving. De pH is laag. Wat wil dat zeggen? Die zure omgeving is vooral belangrijk voor het bestrijden van schimmelinfecties. Schimmelinfecties zoals Candida gaan eigenlijk minder goed gaan groeien als de pH laag is. Daarom zitten dus in de vagina bacteriekolonies, zoals melkzuurbacteriën, die dus melkzuur gaan maken, waardoor de vagina een zure omgeving is en ze eigenlijk beter beschermt tegen schimmels. Dat is ook de reden dat we eigenlijk vanuit de medische kant eigenlijk tegenwoordig wordt heel veel promo gemaakt voor vaginale douches en allerlei producten om de vagina te reinigen. Maar eigenlijk moeten daar bacteriecultuur in zitten om een gezonde omgeving te hebben. Wat zit hier nog in? Althans, volgens sommigen, de G-spot of de G-plek. Nu, die zit aan de voorkant, als die er is, zit die aan de voorkant, ongeveer halverwege. Wordt veel over gesproken, een zeer sterk gebied dat makkelijk gestimuleerd geraakt en dat dus bij de vrouw tot een orgasme kan leiden. Maar er is heel veel discussie in de wetenschappelijke literatuur of die G-plek ook effectief bestaat. Dus ik ga het in het midden laten vandaag, of die bestaat, maar er wordt dus over gesproken hier in de voorzijde van de vagina. Goed. Dan gaan we naar de volgende. De externe genitalia. De externe genitalia, we spreken van de vulva. De vulva is eigenlijk de combinatie van de externe genitalia. Wat zien we daar allemaal? We zien, om te beginnen bovenaan, de mons pubis, de schaamheuvel. Mannen hebben ook een soort van schaamheuvel, maar minder uitgesproken. Dat is eigenlijk gewoon weefsel met daaronder vet in, dus dan krijg je een heuveltje. En daar staan de schaamharen op. Dan hebben we van buiten naar binnen de grote schaamlippen, de labia majora, de labio minora, de kleine schaamlippen. En dan hier het vestibulum, dat is eigenlijk de opening van de vagina
waar ook de uretra in uitmondt, dus de urineleider. En dan, voor mannen al eens moeilijk te vinden, de clitoris. Hier bovenaan de clitoris, maar eigenlijk is het maar een heel klein deel van de clitoris. De clitoris, ik ga zelfs een paar afbeeldingen laten zien, bestaat eigenlijk, is veel groter dan enkel dit kleine stukje. Dit stukje is het equivalent van de eikel van de penis. De penis bestaat ook niet enkel uit een eikel, die bestaat uit een heel stuk meer. Dus ook de clitoris heeft een heel stuk, bestaat uit een heel stuk meer, en die gaan vooral inwendig te vinden zijn. De reden daarvoor dat die clitoris eigenlijk lijkt op de eikel, is heel eenvoudig. Dit is de embryologische ontwikkeling. En rond week 6, week 7, is er eigenlijk, als we dat puur anatomisch bekijken, geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke embryo's. Genetisch gezien natuurlijk wel. Hè. Nu, we bestaan uit drie structuren. In het midden heb je een opening. Dat is niet de opening naar het genitaal stelsel of het urinewegstelsel. Nee, dat is een opening die zowel naar het urogenitaal stelsel als naar de darm gaat. En een gezamenlijke uitgang van het urogenitaal stelsel en de darm noemen wij een cloaca. Een cloaca kan je ook vinden bij vogels bijvoorbeeld. Vogels hebben ook nog een cloaca. Maar wij in het embryonaal stadium ook. Daar rond liggen plooien, dat zijn de urogenitale plooien. Daar rond nog andere plooien, de labioscrotale plooien. En hier hebben we een knobbeltje, de tuberculum genitale. Nu, afhankelijk van de genetische compositie van ons embryo, gaan er bepaalde eiwitten tot expressie komen, gaan bepaalde hormonen tot expressie komen. En die gaan maken dat dit voorloperstadium, dat dus hetzelfde is voor mannen en vrouwen, gaat ontwikkelen tot de mannelijke geslachtsorganen of de vrouwelijke geslachtsorganen. Bij de vrouwelijke geslachtsorganen gaat eigenlijk die plooien, die urogenitale plooien en die labioscrotale plooien, eigenlijk op hun plaats blijven. Hier blijft een opening in het midden, eigenlijk de opening van de vagina. En die plooien worden respectievelijk de kleine en de grote schaamlippen. En het tuberculum genitale vormt dan, groeit uit tot de clitoris. Bij de jongens gaat het tuberculum genitale uitgroeien tot de penis, en meer bepaald de eikel van de penis. En die andere plooien, die urogenitale plooien, die gaan zich langzaam aan het sluiten. Dus die opening die gaat eigenlijk langzaam dichtgroeien. En de enige opening die ontstaat, of de enige, is een buis eigenlijk die hier in het midden loopt en die aan het uiteinde van de eikel gaat uitmonden. Dus die urogenitale plooi groeit toe. En die labioscrotale plooi die gaat eigenlijk het scrotum gaan vormen. De testes, de teelballen, die zijn hier nog niet, die zitten nog in de buikholte. Die gaan langzaamaan gaan indalen. Een babytje als dat geboren wordt, de testes zitten eigenlijk nog in de buikholte en gaan langzaamaan later, op latere leeftijd gaan indalen. Dus dit geeft eigenlijk aan dat de clitoris en de penis, en meer bepaald de eikel van de penis, eigenlijk embryologisch gezien dezelfde oorsprong hebben. En hoe ze uitgroeien hangt dan af van de genetische predispositie. Voor alle duidelijkheid, ik spreek nu effectief over de klassieke XX en XY, er zijn ook nog een aantal genetische variaties mogelijk, XXY, triple X en dergelijke, maar daar ga ik vandaag ook niet over spreken. Maar dan zie je inderdaad wel dat je dus die ontwikkeling van die geslachtsorganen gaat iets ertussenin zijn vaak dan. En dus mensen, we spreken dan van mensen die hermafrodiet zijn of dergelijke, of interseksen, ook biologisch, dat heeft dan een biologische oorzaak. Je gaat mij vandaag geen uitspraken horen doen over de psychologie van seksualiteit of de ethiek van seksualiteit. Ik spreek puur over het biologische. Maar natuurlijk, hetgene dat je vandaag al gehoord hebt en dat je straks nog gaat horen, bouwt daar natuurlijk op verder. Goed, hier zie je een vergelijking tussen de clitoris en de penis. En hier zie je inderdaad dat die structuur meer op elkaar lijkt dan op het eerste zicht zou blijken. Dus de penis, hier met de eikel en hier de zwellichamen. De clitoris heeft dat ook, namelijk die, wij noemen dat ook de glansclitoris, de eikel van de clitoris. Dat stukje dat je hier ziet, daar zit een beetje vooruit rond zelfs, en die gaat inwendig eigenlijk vertakken en zo rondom rond aan de weerszijde van de vagina zitten. Dus dat heet dan de crusclitoris, crus betekent kruis.
Zo zie je eigenlijk dat inwendig een groot stuk van de clitoris ook aanwezig is. Hier zitten ook zwellichamen in. Dus ook de clitoris bevat van die zwellichamen die bij opwinding gaan zich gaan vullen met bloed, waardoor dus de clitoris groter gaat worden. Dit is nog een andere afbeelding. Ik gebruik altijd graag verschillende afbeeldingen, dan is het misschien iets helderder. Dus hetzelfde principe. Hier zie je eigenlijk de penis, met hier de wortel van de penis, het lichaam en de eikel. En hier zie je eigenlijk dat de clitoris ruwweg dezelfde vorm heeft. En als je dat embryologisch stadium net gezien hebt, dan is dat ook heel logisch of logischer. Het grote verschil natuurlijk is dat vanaf hier dit stuk bij de man uitwendig is. Die crura hier, dat kruis hier, is inwendig. Terwijl bij de vrouw enkel dit stukje uitwendig is. Goed. Dan gaan we spreken over de bekkenbodemspieren. Wat is dat, de bekkenbodemspieren? Want daar wordt heel veel rond gedaan, zeker bij zwangere vrouwen. Dan moet je je bekkenbodemspieren gaan oefenen en gaan trainen. Ook na een bevalling wordt dat geopperd. En er zijn ook allerlei cursussen die je kunt gaan volgen om bekkenbodem te spieren, om een betere seksuele beleving te hebben. Nu, de bekkenbodemspieren spelen een heel belangrijke rol bij onder andere de seksualiteit. Dus het bekken is een kom. Maar die is open. Het benige bekken is open. Dus al die organen, de buikorganen en daaronder de bekkenorganen, die moeten ergens ondersteund worden, meer dan alleen door het bot van zo'n bekken. Dus daar zit een soort van koepel in, een spierige laag die een koepel vormt en die eigenlijk al die organen gaat ondersteunen. Die heeft verschillende lagen. Ik ga vandaag niet al die verschillende spieren opnoemen, maar het komt erop neer dat dit is eigenlijk die koepel, vanuit de onderkant bekeken. En we hebben daar een aantal openingen in, onder andere de anus natuurlijk, met een anale sphincter, die zorgt voor de afsluiting, dat we geen stoelgang verliezen. En ook de uretra wordt ook afgesloten, of toch tenminste bij de vrouw, hier door een sphincter, om te zorgen dat er geen urineverlies is. Bij de man zit die sphincter er ook, maar die zit meer inwendig. Nu, de bekkenbodemspieren, die gaan samentrekken. Die gaan samentrekken tijdens zowel de opwindingsfase als tijdens het orgasme, gaan die ritmes samentrekken en kunnen die dus gaan die onder andere helpen met bij de man dan de ejaculatie. Nu, ook tijdens het seks, dus voor het orgasme, gaat het gebruik van de bekkenbodemspieren, want dat zijn skeletspieren. Dat wil zeggen, dat zijn spieren waar wij bewuste controle over hebben, of tenminste waar we ons bewust van zijn als die contraheren. Die kunnen ook onbewust samentrekken. Maar wij kunnen dus onze bekkenbodemspieren gaan oefenen en gaan samentrekken. En dat kan een prettige stimulatie geven tijdens de seks. Maar als die te sterk zijn aangespannen, bijvoorbeeld door spanning, bijvoorbeeld, kan het ook zorgen dat de seks pijn gaat doen. Dus het is belangrijk om een goed evenwicht te vinden. Nu, hier zie je nog eens, dat zijn dezelfde, dus de verschillende spieren hier, die eigenlijk de bekkenbodem gaan uitmaken. Goed. Nu, dit was gewoon de pure anatomie. Nu gaan we eens kijken naar wat gebeurt er nu eigenlijk biologisch of biomedisch gezien tijdens opwinding en seksualiteit. Om te beginnen moet ik eerst een beetje uitleggen over het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is naast het hormonaal stelsel zijn de belangrijke regulator van heel veel processen in ons lichaam, waaronder ook de seksualiteit. Hier zie je een schema hoe het zenuwstelsel eigenlijk onze seksualiteit gaat beïnvloeden. Om te beginnen hebben we input. Sensorische input, dus dat wil zeggen dingen die wij voelen, die wij ervaren. En natuurlijk, wat is primair helpt bij de opwinding en seksualiteit, is de stimulatie van het gevoelig weefsel in de geslachtsorganen, in de penis en de clitoris, maar ook andere geslachtsorganen zijn gevoelig. Denk maar aan de tepels bijvoorbeeld. Allee, bij de ene, dat is wisselend, bij de ene heeft dat meer stimulatie, de andere niet, maar is ook zeer sensibel, dus zeer gevoelig. Maar dat is niet het enige. Wij krijgen nog heel veel sensorische input. Visuele stimulatie, dus het zien van een seksueel aantrekkelijk beeld, wat dat ook mogen zijn, dat is voor iedereen anders.
Maar ook auditieve stimulatie, het horen van geluiden, kan ook seksueel opwindend zijn. En iets dat vaak vergeten wordt, geur. Geur werkt ook stimulerend. Nu, dit zijn allemaal effectieve prikkels die kunnen plaatsvinden. Je kunt iets zien, je kunt iets horen, je kunt iets ruiken waar je seksueel opgewonden van geraakt. Maar we gebruiken daarnaast ook nog onze eigen geheugen, onze eigen herinneringen. Gewoon denken aan bepaalde beelden of bepaalde personen kan ook maken dat we seksueel opgewonden raken. Nu, in onze hersenen gaan wij die sensorische informatie verwerken en gaan wij een beslissing nemen. En ik ga even terugpikken op wat mijn collega hiervoor gezegd heeft. Die beslissing om bepaalde seksuele handeling te doen of niet, nemen wij hiervan voor in onze prefrontale schors, hiervoor aan onze hersenen. Op basis van wat doen we dat? Van alles wat binnenkomt, alle informatie dat binnenkomt, zeggen ja, dit is een goed moment om seksueel actief te zijn. Maar wat zit hier nog in, dat zijn dingen die wij aangeleerd hebben gekregen. En de vraag was daar straks, hoeveel is het culturele gedeelte, of de rol van cultuur en opvoeding? Wel, die zit hier in uw prefrontale schors, namelijk uw regels en normen en waarden die u aangeleerd zijn, gaat gij hier opslaan. En gaat je hier uw acties aan aftoetsen. Bijvoorbeeld, het is ons allemaal aangeleerd op jonge leeftijd dat het in deze sociale situatie, want dit is een sociale situatie, dat het gepast is om onze kleren aan te houden. Ja? Ik denk dat we er allemaal over eens mogen zijn. Het is ook normaal beschouwd dat wij, als wij iemand gezien waarbij we seksueel aangetrokken te voelen, dat we daar toch enige terughoudendheid. Dat wij niet onze kleren uitdoen en daarop afstormen. Dat vindt iedereen ook normaal, denk ik. Ik zeg u waarom ik dat zo benoem. Ik geef ook heel veel les over mensen met hersenletsels. Mensen die een hersenletsel hebben door traumatisch hersenletsel of hersenbloedingen. Ook dementie bijvoorbeeld. En als die schade hier van voor optreedt, dan krijgen wij dus wat wij noemen ontremming. Die remmingen vallen weg. En je gaat zien dat mensen gaan in het openbaar masturberen. Bijvoorbeeld in hulpverlening, hulpverleners gaan betasten of seksueel ongepaste opmerkingen maken en zo verder. Dat is een heel moeilijke situatie als je in de hulpverlening werkt, want ten eerste moet je heel goed beseffen, die mensen kunnen daar op zich niks aan doen. Dat komt echt door dat hersenletsel. Maar van de andere kant moet je natuurlijk niet gaan tolereren. Als hulpverlener moet je natuurlijk wel zeggen, kijk, dit is mijn grens en daar mag je niet over gaan. Dat is een moeilijk gegeven. Maar het geeft wel aan dat hierboven eigenlijk heel veel beslissingen genomen worden als het gaat over de biologische kant van seks. Nu, we hebben twee grote delen aan ons zenuwstelsel. Wij noemen dat het somatosensorisch en het visceraal zenuwstelsel. Het somatosensorisch zenuwstelsel, dat is alles waar wij ons bewust van zijn. Dus als ik mijn arm uitzwaai, dan is dat een bewuste beweging. Denk aan die bekkenbodemspieren van de net, dat zijn ook spieren die door het somatosensorisch zenuwstelsel worden aangestuurd. En dat zenuwstelsel is verantwoordelijk voor de expulsie. De expulsie is dus eigenlijk de ejaculatie, het uitdrijven van het sperma tijdens het orgasme. En ook de ritmische contracties van de bekkenbodemspieren tijdens het orgasme. Dan heb je het visceraal zenuwstelsel, en dat bestaat ook uit twee delen. Het sympathisch en het parasympathisch. Dat zijn twee tegenovergestelde zenuwstelsels. Het één is, dat noemen we heel mooi, fight or flight. Alles wat met gevaar en actie te maken heeft. Als hier straks die deur open gaat en daar staat ineens een grizzlybeer van 3 meter hoog, komt door de deur binnen, dan gaat bij jullie allemaal, en bij mijzelf ook, het fight or flight mechanisme geactiveerd worden. We gaan ons lichaam klaarmaken om te vluchten of te vechten. Het andere is het parasympathisch zenuwstelsel en dat is het rest and digest. Dat wil zeggen, je bent, zelfs gaat je naar huis, je gaat op je bed liggen, je hebt net gegeten, je bent relaxed, ontspant u, dan gaat je parasympathisch zenuwstelsel ervoor zorgen dat je lichaam in die rusttoestand komt. En niet alleen rust, maar ook het gaat verteren. Dat doen wij namelijk als we in rust zijn, namelijk verteren. Nu, dat sympathisch zenuwstelsel en dat parasympathisch zenuwstelsel hebben ook een belangrijke rol bij het seksuele respons, namelijk je parasympathisch zenuwstelsel, dat zorgt voor de lubricatie, dus het vochtig worden. Dat is niet alleen bij de vrouw, maar ook bij de man, want er gaat ook voorvocht gevormd worden.
en de zwelling of de erectie. Dat is ook de reden waarom dat mannen vaak ochtenderecties hebben, omdat ze dan uit een ontspannen toestand komen. En dan gaan ze daar ook vaak in die toestand een erectie krijgen. Het sympathische zenuwstelsel zorgt voor de emissie. En de emissie, dat is eigenlijk het transport van de zaadcellen van de bijbal door de zaadleider tot in de uretra in de prostaat, waar ze eigenlijk klaargehouden worden voor de ejaculatie. En die ejaculatie of de expulsie gebeurt dan hier door uw somatosensorisch zenuwstelsel. De reden dat ik dat vertel is omdat dat heel belangrijk is bij de seksuele cyclus. Dit is de seksuele responscyclus. Daar zitten een aantal fases in. We beginnen eigenlijk met het seksueel verlangen. Dus we noemen dat ook het libido, de sex drive. En op een bepaald moment gaan we dus in die fase van opwinding terechtkomen. Dan bereiken we een plateaufase. Dat plateaufase is wat we noemen de point of no return. Dan is het orgasme niet meer afwendbaar. Zover dat afwendbaar zou willen zijn natuurlijk. En daarna gaan we in een ontspanningsfase. En dan spreken we van een refractaire periode. De refractaire periode wil zeggen, hoe lang duurt het hier om terug hier te geraken? Bijvoorbeeld bij mannen neemt dat af met de leeftijd. Jonge mannen kunnen sneller na elkaar een orgasme krijgen. Bij vrouwen is beschreven dat vrouwen makkelijker meerdere orgasmes na elkaar kunnen krijgen. Voor alle duidelijkheid, het is niet omdat dat gezegd wordt dat alle vrouwen dat kunnen of die mogelijkheid hebben. Want dan krijg je zo het gevoel dat, omdat dat in de wetenschappelijke literatuur gezegd wordt dat dat kan, dat je dat ook moet kunnen. Maar zo werkt dat dus niet. Goed. Nu, wat gebeurt er in die fases? We beginnen nu, deze keer beginnen we bij de vrouw. Dus wat zie je? Dat we krijgen het vergroten van het erectiel weefsel. Dus de clitoris wordt groter, gaat opzwellen. Nu, ook aan de zijkant van de vagina, hier onderin gelegen, zitten ook nog zwellichamen. De bulbovestibuli heten die, die gaan ook opzwellen, die gaan eigenlijk de vagina-opening ietsje vernauwen. Dus de labio, de clitoris wordt langer, de vagina gaat vochtig worden. Daardoor, door die verandering, gaan de schaamlippen een beetje naar buiten wijken en ook de vagina wordt langer en wijder, maar aan de basis wordt die een beetje smaller. Dan de plateaufase, dat gaat eigenlijk door die, wat je dan ziet, is door die, dat bloed dat in die zwellichamen terechtkomt, dat die weefsels ook heel donker van kleur worden. Dus de schaamlippen worden donker, de clitoris wordt donkerder. Die gaat zich ook een beetje terugtrekken in onder de voorhuid. En dan krijg je ook al afscheiding. Dus straks had ik gesproken over de klieren. En een van die klieren is de klieren van Bartholin. En die gaan hier wat vocht afgeven. En dan komen we in de orgasmefase. Dan gaan dus de spieren, zowel de skeletspieren van de bekkenbodem, maar ook de gladde spieren, onder andere van de uterus, gaan samentrekken. En die contracties, dat is het orgasme dat men ervaart. En in de ontspanningsfase gaat alles terug naar de rusttoestand. Dus de clitoris gaat terug normaal van grootte worden. De uterus neemt zijn normale plaats en de vagina wordt terug korter. Dus eigenlijk dat erectiel weefsel gaat langzaamaan terug leeglopen, als het ware. Hier zie je, ik heb dit er even bij zitten, dit is een schema van de bloedvoorziening. Dus de bloedvaatjes die liggen. Dit is de clitoris van de vrouw, dus de glansclitoris en de rest van de clitoris. En je ziet dat dat gebied heel sterk door bloed is. Zoals normaal is bij erectiel weefsel. Goed, dan de man. Ook bij de man gaan we zien dat het erectiel weefsel in de opwindingsfase gaat zich vullen met bloed, waardoor de penis groter wordt en stijver wordt. Wat je ook ziet, naarmate dat men dichter bij het orgasme komt, is dat de testes omhoog getrokken worden, opnieuw door die musculus cremaster. Dat is dat het scrotum eigenlijk dichter bij het lichaam getrokken wordt. Moment van in de laatste fase van de opwinding gaat er ook andere klieren, dus niet de klieren van Bartholin, maar de klieren van Cowper, dat is gewoon degene die die gevonden heeft, die gaat ook een product afgeven en dat is wat wij noemen het voorvocht. Een paar druppels helder vocht die afgegeven worden.
die kunnen in principe spermacellen bevatten, maar dat is dan niet van dit orgasme, maar van een vorig orgasme bijvoorbeeld. Je ziet ook dat dan vooral de eikel heel donker gekleurd wordt. Dus ook die, hetzelfde als bij de vrouw gebeurt, dus een donkerkleuring van de geslachtsorganen. En dan gebeurt eigenlijk de emissie. De emissie wil zeggen, je gaat dus vanuit de bijbal hier, gaat hier zo in de prostaat, gaat er heel veel zaadvocht vrijgegeven worden door die klieren die hier liggen en gaan er zaadcellen opbouwen. En dat gaat eigenlijk zich daar klaarhouden voor het orgasme. Dit is wat we ook noemen het point of no return. Dat is het gevoel dat mannen hebben van op een bepaald moment van, oké, er gaat een orgasme komen. Dan het orgasme. Dat gaat gewoon gebeuren door samentrekking van de skeletspieren in de bekkenbodemspieren. Die gaan eigenlijk zorgen dat dat vocht dat hier zit, gaat gewoon uitgedreven worden. Dus ongeveer 100 à 200 miljoen zaadcellen per keer. En daarna zie je dat dus opnieuw het erectiel weefsel eigenlijk terug gaat leeglopen en de penis en de geslachtsorganen terug hun oorspronkelijke vorm gaan aannemen. Je ziet hier nog een voorbeeld hoe dus zo'n erectiel weefsel, je ziet ook hier heel goed door bloed. In fase van opwinding gaat dus dat weefsel veel meer gevuld geraken met bloed en gaat dat gaan zwellen en gaan de penis ook stijver worden. Nu hebben we gesproken over de man en over de vrouw, fase van opwinding, maar vooral duidelijkheid, ik spreek nu in de biologie over de seks tussen mannen en vrouwen. Er zijn heel veel andere variaties mogelijk, maar men heeft onderzoek gedaan. In 1999 zijn er een aantal gekke Nederlanders, onderzoekers, hebben een onderzoek gedaan naar hoe ziet dat er nu eigenlijk uit, seks tussen een man en een vrouw. Ja, ze hebben ook ter volle duidelijkheid ook onderzoek gedaan naar masturberende vrouwen. Om een of andere reden hebben ze geen onderzoek gedaan naar masturberende mannen, maar wel naar masturberende vrouwen en naar sekscoïtus tussen man en vrouw. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een MRI-buis. Ik weet niet of iemand van jullie al ooit in een MRI-buis heeft gelegen. Dat is vrij smal. Dat heeft een doorsnede van ongeveer 50 centimeter. En dan moet je met twee in. Dus dat is niet zo simpel. Dus ze hebben, denk ik, 24 koppels daarin gelegd. Op twee koppels na hadden al die mannen Viagra nodig om tot een erectie te komen. Ja, je zit natuurlijk in een zeer medische setting. De onderzoekers zaten in een controlekamer en er stond wel een paravent voor, dus ze konden elkaar niet zien. Maar toch, mannen is het niet makkelijk om te presteren of om een erectie te krijgen als ze het gevoel hebben dat er naar hen gekeken wordt en als ze in een zeer onnatuurlijke houding liggen. De enige twee koppels, dat is op zich wel interessant, waarbij het wel gelukt was zonder Viagra, dat waren ten eerste kleine, smalle mensen en dat waren acrobaten. Acrobaten die het gewoon waren om zich in vrij bizarre lichaamshoudingen te plooien en toch normaal te kunnen functioneren. Dus bij die is het wel gelukt. En men heeft dus MRI-beelden gemaakt, dwarsdoorsneden gemaakt van de coitus. En wat zie je dan bijvoorbeeld? Een heel aantal interessante. Men spreekt dan van de uteruselevatie of het tent-effect. Dus de uterus wordt eigenlijk naar boven geduwd. Maar uit het onderzoek bleek dat dat eigenlijk vooral te maken heeft door de penis die de uterus naar boven duwt. Hier zie je trouwens de penis ook aangeduid. En ook interessant was dat de penis een boemerangvorm aannam. Nu, met 24 proefpersonen kunnen we niet zeggen dat dat statistisch al relevant is. Daar moet je meer onderzoek naar doen. Maar het was wel een interessante bevinding dat de penis dus eigenlijk een boemerangvorm aannam. En ook dat die wortel, ongeveer, die dus niet zichtbaar is, ongeveer 1/3 van de penislengte uitmaakt in zijn totaliteit. Goed. Ik weet niet of ze hier op de VUB ook een MRI hebben. Als iemand ooit een project voorstel wil doen. Het artikel is trouwens heel makkelijk te vinden. Staat in de Biomedical Journal. Heel interessant als wie ze wil bijlezen daarover. Goed. Zijn er nog vragen? Ja. Ik vroeg me gewoon af hoe dat die placenta in de buik wordt gevormd. Dat is een goede vraag. Er is zo weinig
Er zijn zo weinig casuïstiek dat men dat eigenlijk niet weet. Het komt ook vaak voor in derde wereldlanden, omdat daar geen echo's en zo gebeuren. Bij ons zou dat vaker al verwijderd worden, operatief verwijderd worden, om men toch... Allee, dat heeft heel wat medische risico's. Maar wat er eigenlijk gebeurt is, een embryo nestelt zich in normaal in de uteruswand en gaat daar eigenlijk verbindingen vormen, gaat door hormonen af te geven, gaat eigenlijk verbindingen vormen, bloedvaten doen groeien naar de bloedvaten in die uteruswand toe. En eigenlijk gebeurt hetzelfde in de buikholte. Die gaat eigenlijk tegen die wand gaan aanplakken en gaat eigenlijk bloedvaatjes naar binnen laten groeien. En die maken dan contact met de bloedvaatjes van de moeder in de buikwand. Maar... Ik geef dat als voorbeeld, maar dat is extreem, extreem zeldzaam. Ik zeg het, 28 gevallen op 10 jaar tijd, levend geboorte, voor alle duidelijkheid. Er zullen er nog wel zijn die dan niet levend geboren worden of dergelijke, maar het is zeer, zeer zeldzaam. Maar ik vond het boeiend genoeg om ertussen te steken, daarom dat. Ja. Dank u. Op een van de foto's, ik weet niet hoe ik moet uitleggen, daar was zo de endeldarm, die leek zo ineen gekrompen te zijn tijdens de opwinding. Ja, op het moment van orgasme gaat de anale sphincter eigenlijk ook samentrekken. Dus eigenlijk, waardoor er ook geen stoelgang naar buiten kan komen natuurlijk. Dus dat is ook die contractie is zowel bij mannen als bij vrouwen waarneembaar. Maar de een gaat al sterker hebben dan de andere. Ja, dat was inderdaad nog vergeten te zeggen. De bekkenbodemspieren. Ik ben verbaasd dat mannen dat dan ook hebben. Het lijkt logisch. Maar als we het hier hebben over de seksuele beleving, het zogenaamde trainen van de bekkenbodemspieren, kan dat de seksuele beleving bij het koppel vergroten? Doordat die in te zetten tijdens de coitus? Ja, dat wordt inderdaad beschreven. Dan gaat het vooral over het gebruik van de bekkenbodemspieren bij de vrouw, ja, die de seksuele plezier kan bevorderen. Maar ook de man gaat zeker een ding zijn. En sowieso voor de ejaculatie, het orgasme, gaan de bekkenbodemspieren essentieel zijn. Ja. Dus trainen van bekkenbodemspieren is denk ik voor... Nu, voor alle duidelijkheid, bekkenbodemspieren hebben heel veel nut, ook naar continentie toe. Dus het trainen van die bekkenbodemspieren, daar zijn heel makkelijk oefeningen van te vinden op internet, is zeker een meerwaarde voor mannen en vrouwen. Het trainen van spieren in het algemeen natuurlijk. Ik vroeg mij nog af waarom de bekkenbodemspieren eigenlijk samentrekken in bepaalde gevallen bij de vrouw. Waarom? Of? Ja, waarom? Waarom? Omdat ze gestimuleerd worden door het zenuwstelsel. Nee, maar ik bedoel, als de bekkenbodemspieren zouden samentrekken, voor, zoals u zei, van, je hebt twee mogelijkheden voordat het te goede zou komen, maar ook mogelijkheden dat het dan pijn zou doen. Ja. En waarom trekken de bekkenbodemspieren in dat geval dan samen? Ja, de belangrijkste vraag die je niet mocht stellen als het over biomedische gaat, is waarom? Ik begrijp uw vraag heel goed, maar er zijn een aantal zaken dat we ook gewoon niet kunnen verklaren. Dus we weten niet waarom dat sommige biologische processen gebeuren, wat de reden daarachter is. Dat kan iets zijn in de ontwikkeling, ooit een belang hebben gehad. En soms zijn dat ook eigenschappen die geen functie meer hebben of een nadelige functie kunnen hebben. Dus ik kan helaas niet op uw vraag antwoorden, omdat we dat gewoon niet weten. Waarom dat gebeurt. Maar inderdaad, als een bekkenbodemspier bij een vrouw te sterk opgespannen zijn, gaan ze eigenlijk de vagina te nauw maken, waardoor de penetratie heel moeilijk wordt of heel pijnlijk wordt. Dus dat heeft vaak te maken met spanning en zoals straks even de eerste keer bijvoorbeeld, dan gaat zien, wij hebben dat allemaal, als wij gespannen zijn, dat we onze spierspanning gaat verhogen. Hè, dat onze spieren meer opgespannen zijn. En dat geldt ook voor de bekkenbodemspieren. Dus omdat heeft vaak te maken met, als wij gespannen zijn, dan is dat eigenlijk omdat wij terug op die savanne staan van 20.000 jaar geleden en er een gevaar dreigt. En spieren worden opgespannen zodat we sneller kunnen reageren, sneller kunnen weglopen of sneller kunnen aanvallen. En dat gaat voor al die spieren. En op zich, die bekkenbodemspieren in het bevechten van een grizzlybeer, ik weet niet welke rol dat ze daarin gespeeld hebben, maar dat is een algemeen effect van stress en spanning, is dat spieren een hogere spanning, een hogere spierspanning ervaren. Ja. Dus door de psychologische stress
Ik kan me voorstellen, eerste keer, dergelijke, of andere, er zijn heel veel situaties waarbij er psychologische stress kan optreden tijdens seksualiteit. Kan dat inderdaad als effect hebben dat de vagina door die bekkenbodemspieren nauw wordt en dat seksuele seks pijnlijk wordt. Ja. En heeft dat dan bepaalde gevolgen voor de vrouw? In, stel je voor, als je zoiets voor hebt, dan moet je dan, ja, hoe kun je dat oplossen bijvoorbeeld? Ja, dat is een moeilijke vraag. Om te zeggen hoe dat voelt, weet ik niet. Daar kan ik helaas ook niet op antwoorden. Dat wordt met een moeilijke ook vaginisme genoemd. En er zijn zelfs situaties bekend waarbij dus de penetratie, dat de vagina zo nauw werd dat de man zich niet meer kon terugtrekken. En dan krijg je mensen die dus naar de spoed moeten gaan omdat de man niet meer kan terugtrekken. Ontspannen is het woord, maar het probleem is als jij in een ambulance ligt omdat je naar het kliniek gevoerd wordt, omdat je dat niet meer kunt ontspannen, dan kun je je voorstellen dat dat heel moeilijk wordt. Maar ja, ontspanningsoefening is eigenlijk... er zijn allerlei methodes om je te ontspannen. Dus meditatie en ademhalingsoefeningen kan een oplossing zijn. De vraag is of je in die situatie daar tijd voor en goesting voor hebt, natuurlijk. Dat is de vraag. Maar bekkenbodemspiertraining kan ook daarbij worden ingezet, toch? Ja, bekkenbodemspieren, omdat als je een bewuste samentrekking doet van de bekkenbodemspieren, kan dat als plezierig ervaren worden. Die samentrekking door stress bijvoorbeeld is onwillekeurig. Dat gebeurt niet dat we dat bewust zeggen, want nu ga ik dat doen. Dus dat is onwillekeurig. Maar bij bewuste controle kan dat een positief effect hebben op de seksualiteit. Ja, ja, maar ook als het pijn doet, kan je toch ook leren ontspannen? Ja, daardoor. Sowieso, hoe meer komt... Want het voordeel van die oefening is niet alleen dat die bekkenbodemspieren sterker worden, maar dat je ook meer controle hebt. En meer controle wil ook zeggen inderdaad dat je makkelijker kan opspannen, maar ook makkelijker kan ontspannen. Dat geldt voor alle spiertraining uiteindelijk. Hè. Ja. Ik vroeg mij ook nog af waarom er zo vaak eigenlijk gefocust is op penetratie, als bijvoorbeeld de vrouw eigenlijk geen G-spot zou hebben. Ja, misschien wel, misschien niet, we weten het niet. Maar toch is er dan veel focus op penetratie, omdat dat misschien wel gevolgen als zwangerschap kan hebben. Maar ja, de focus op penetratie sluit ook gewoon andere mensen uit, zoals lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Is het dan niet beter dat we ook andere mensen proberen hun ervaringen ook... Ik denk zeker dat dat een enorme meerwaarde gaat zijn, omdat wij nog heel veel bijleren over seksualiteit in het algemeen. En het is niet noodzakelijk om een orgasme te krijgen om een penetratie daarvoor te hebben. Dus er zijn heel veel manieren mogelijk om een orgasme te krijgen. Puur biologisch gezien dient het proces van de vaginale penetratie voor voortplanting. En men heeft gemerkt dat bij een aantal diersoorten, waaronder wij als mens, dat daar ook dat een plezierige ervaring kan zijn. Nu, bijvoorbeeld bij andere diersoorten is dat niet per se het geval. Ten eerste omdat seksuele data soms maar zeer kort duurt, enkele seconden. En bijvoorbeeld bij de kat, de penis van een kater bevat weerhaken, moet u niet uitleggen dat dat niet zo aangenaam is voor de katin. Dus plezier bij seksualiteit is eigenlijk iets dat maar een zeer beperkt aantal diersoorten voorkomt. Bij ons als mens, ook bij de mensapen, chimpansees en bonobos. En ik geloof recent ook dat onderzoek heeft aangetoond dat bij dolfijnen het ook het geval zou zijn. Maar bij de meeste diersoorten is de penetratie enkel alleen gericht op de voortplanting. Maar in het kader van de seksuologie denk ik dat het een heel interessant gegeven is om verder onderzoek hiernaar te doen. Ja, ik denk ook dat vandaag ook heel veel van die topics aan bod zijn gekomen. Ja. Het is zeker geen beschuldiging, maar... De voorbeelden die nu natuurlijk worden gegeven, is inderdaad, je ziet een penis in een vagina. Mm-hmm. Om natuurlijk de scope open te trekken, hè, want ik kan me voorstellen, je ziet dat is dan het voorbeeld. Maar je zou ook kunnen denken van, laat ons eens een anale penetratie in een MRI sturen. Zou ook kunnen. En dat ook als voorbeeld geven. Nu, je moet eigenlijk vanuit gaan dat... De geslachtsorganen, in de brede betekenis van het woord, dus ook de tepels, ook de lippen, de tong, zijn zeer sterk bezenuwd, sterk door bloed. We maken dat zij zeer makkelijk gestimuleerd worden. En of je nu
een clitoris stimuleert met tijdens vaginale penetratie of tijdens orale seks of op andere manieren. De effecten kunnen hetzelfde zijn. Nu, elke overgang tussen huid en slijmvliezen is seksueel, kan gebruikt worden voor seksuele opwinding, dus de vagina, maar ook de anus, de mond. En dat is een voorbeeld dat de meeste mensen niet graag horen, stoma's. Stoma's van de darm bijvoorbeeld. Moet ik uitleggen wat een stoma is? Stoma is een onnatuurlijke opening, bijvoorbeeld iemand die darmkanker heeft gehad. En dat men eigenlijk de darm een stukje heeft weggenomen en dat men hier eigenlijk een opening heeft waar zo'n zakje aan hangt. Ook die overgang tussen huid en slijmvlies, want de binnenkant van de darm is slijmvlies, kan gebruikt worden voor seksuele stimulatie. Wordt natuurlijk niet standaard gedaan, maar dat is effectief. Dus in principe, elke overgang tussen huid en slijmvlies kan gebruikt worden voor seksuele stimulatie. Ja. En inderdaad, ik kan me perfect voorstellen dat, want uiteindelijk, bij bijvoorbeeld anale penetratie van een man bijvoorbeeld, wordt veel gesproken over de prostaatstimulatie. Bijvoorbeeld, ook daar is heel veel discussie rond van, werkt dan nu werkelijk prostaatmassage, prostaatstimulatie? En ook daarin, net zoals de G-spot, is de wetenschap er niet over uit of het effectief werkt of niet werkt. Ik denk dat dat gewoon... als het voor wie het werkt, is het heel fijn, en voor wie het niet werkt, ja. Dus, maar de wetenschap is er niet over uit of dat effectief een meerwaarde is. Of daar effectief extra seksuele stimulatie tot gevolg heeft. Maar er zijn heel veel vormen van seksuele omgang die je biologisch kunt bekijken, inderdaad. Ja. Nog vragen? Ja? Ja. Okay. Ik hoop dat jullie iets bijgeleerd hebben bovenop wat jullie in het middelbaar hebben geleerd.